Ik denk dat dit komt omdat ik dus geen koffie heb gedronken vandaag. Kut corona. Zo, welkom bij een nieuwe vlog jongens. We zijn lekker in de speeltuin. En ik ben met die padre. Anderhalve meter. Minimaal. Anderhalve meter, ja. En doe. Anderhalve meter. En ja, we zijn lekker aan het spelen met de kleine. Ik vind het hier helemaal top. Ga ik allemaal dingen verzamelen? Stokjes, steentjes, steentjes, ja. Oh. Nee. Ik ben even aan het schuilen voor mijn eigen kind. Oh, dit klinkt echt heel erg, maar ik heb echt even een beetje adem nodig. Oh. Goed. Ik heb niet echt heel veel gefilmd vandaag. Ik ben lekker met mijn vader wezen wandelen. Toen zijn we naar een heerlijk speeltuintje geweest voor Eve. Dus die heeft daar even lekker kunnen spelen. Toen zijn we weer naar huis gegaan. Toen ben ik eigenlijk met Eve in slaap gevallen. En toen werd ik echt wakker met the worst headache ever. Ik denk dat dit komt omdat ik dus geen koffie heb gedronken vandaag. Onze koffie is op en ik was vergeten om koffie te halen. Nou, hoe kan je dat vergeten? Maar ik ben echt zo'n koffie-addict. Dus ik ga me nu even klaarmaken, want ik heb echt even joggingbroek aan. Ja, misschien laat ik het ook wel aan. Fuck it. Echt zoveel schijt. Maar dit is echt zo'n joggingbroek die niet kan, weet je wel. Onder de vlekken zit. Ik heb deze toen bij de bodyguard gekregen. Dit is de meest chillste joggingbroek ever. Maar hij is gewoon echt... Hij kan niet meer. Ik heb hem zo vaak gedragen. En ook tijdens klussen. Dus er zitten allemaal verfvlekken op. En het kan gewoon niet. Maar oh, en in deze broek leefde ik ook echt toen ik zwanger was. Ik had hem alleen maar aan. Echt, oh. Ik moet even goede joggingbroeken kopen even. Want dit kan niet meer. Wat ik dus wil zeggen is dat ik ga nu gewoon mijn schoenen aandoen. En ik ga een koffietje halen bij de Bagels & Beans. Dat we nog even hè, die stappen in die benen zetten. Hoppakee. Uiteraard even die 10.000 stappen challenge weer even behalen vandaag hopelijk. Maar eerst blijf ik hier nog heel even zitten. Oh, net een eindje. Heel even 2 minuten voor mezelf. We're back. Oh, jongens, ik zie eruit vandaag. Sorry hoor. Wat is er, Eve? Wil jij een cookie? Ben je zo blij dat je een cookie krijgt? Hier, schat. Dankjewel, alsjeblieft. Oké, jongens, ik heb weer boodschappen gedaan. Mochten jullie het interessant vinden wat ik allemaal heb gekocht? Ik had wasmiddel nodig, sojamelk, healthy people. Deze sapjes zijn zo lekker. Kokoswater. Eieren, vega kip. Ik ben heel benieuwd. Met lemongrass. Heel benieuwd. Koffie! Komkommers, paprika. En dat doe ik altijd lekker zo met hummus. Heerlijk. Hoe het eruit zou kunnen komen te zien, hè? Ja. Hier, in een bios. Maar dit kan toch al niet? Want... Jawel, want het is allemaal 1,5 meter. Maar zeg maar, dit stukje lijkt niet altijd alsof hier 1,5 meter 1,5 meter. Anderhalve meter, anderhalve meter, anderhalve meter. Bijvoorbeeld hier al, in de gym. Mag je niet naast elkaar trainen. Je moet telkens iets ertussen zitten. Oh my god. In een Ziggo Dome. Nou, dat is. Dan ga je toch keihard de boot in als ondernemer. In de supermarkt, in de rijen. Ongebruikte rijtuigen. Nou ja, ik kan me hier echt niks bij voorstellen, maar ja, het nieuwe normaal. Ik ben in ieder geval aan het koken, ik ben iets heel lekkers aan het maken. Die kip, die vegetarische kip die ik heb gekocht. Met courgette ertussen en lemongrass rijst. Nou, ik ben heel benieuwd. Jongens, dit is amazing. Normaal. Zo, het is 10 voor 11 en ik heb letterlijk vandaag echt op random
momenten mijn vlogcamera gepakt voor mijn gevoel. Ik weet niet, ik had vandaag echt een struggle. Ook gewoon met, ik heb gewoon de hele dag hoofdpijn gehad. En dit komt echt doordat ik geen koffie drink. En ik weet niet of jullie dat ook hebben. Misschien denk je nu echt van, oh my god, het slaat helemaal nergens op. Maar als ik geen koffie drink in de ochtend, krijg ik dus echt gigantische hoofdpijn. En dat begint dan gewoon in de middag. En het stopt dan gewoon niet. Als ik morgen wakker word, is het over, obviously. Maar ik weet niet of dit herkenbaar is voor jullie, maar let me know. Oh, trouwens. Ik ga even kijken of ik de 10.000 stappen challenge heb gehaald. Voor de mensen die de vlog van gisteren niet hebben gezien. Ik ben een challenge met mezelf aangegaan dat ik dus elke dag 10.000 stappen wil zetten. En ik zie dat ik het weer niet heb gehaald. Oh mijn god. Jongens, hoe dan? Nou ja, goed, hè. 1.000 stappen te weinig. Oké, het kon erger. Maar ja, nog steeds niet gehaald. Oké, jongens, ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Nou, we zitten in de auto. Ik zit even achter. Mega veel spullen hier. En Eve zit lekker voor. En we gaan even naar de karwei. Helemaal een uitje. Zin in. Nou, dit was een kort tripje. We mogen dus niet met z'n drieën naar binnen. Daar had ik dus niet over nagedacht. Nou ja, Mick die moest sowieso wat spulletjes op werk halen. Voor werk halen. En ik heb zoiets van, ja, ik kijk wel op de webshop. Ik ga niet zo moeilijk doen. Kut corona. Oké, ik ben toch in de karwei gegaan. Mick zei, ga nou maar. Dus ja, ik zie superleuke dingetjes. Maar ik... echt wel een struggle. Ik ben allemaal foto's, afbeeldingen aan het sturen. Ondertussen met een kind die elk moment een woedeaanval krijgt. Je moet een mandje mee. En ik heb natuurlijk ook die car. Dus. Ja, ik ben nu over en weer aan het appen met Mick van dit, deze doen. Wat vind je hiervan? Dus het is even een struggle. Dit kussentje vind ik zo leuk. Ik vind deze tafeltjes dus bij elkaar helemaal het einde voor bij de bank. En hoe leuk deze kussentjes voor bij het balkon, bij de bank. Oké, we zijn weer thuis. Ik heb niks gekocht bij de karwei, maar wel even foto's gemaakt. Dat was een gigantische rij. Het was toch best druk daar. Dus ik dacht, ja, ik ga niet in deze rij staan. Ik bestel het allemaal wel online. Kring vooruit en dan weer achteruit. Woe! Hey! Goed zo! En we zijn er klaar mee. Oké, Eve slaapt. We hebben even een middagdutje. En ik was een beetje op mijn laptop aan het werk. En ik word mega blij, want ik heb gewoon mijn uitkering binnen. Oh my god, jongens, dit... oh, ik stel op mijn elleboog. Maar nee jongens, dit is echt zo chill. Ik ben zo blij, want ik was echt aan het stressen qua, oké, er komt niks binnen. Er gaat heel veel uit. Hoe ga ik dit financieel allemaal fixen? Oké, ik woon natuurlijk met Mick, dus het komt obviously wel goed. Maar ik ben altijd zo van, ik wil mijn eigen geld en ik wil het voor mezelf gewoon goed op orde hebben. En omdat ik nu gewoon, ja, omdat nu gewoon alles stilstaat door deze crisis, komt de uitkering als geroepen. Niet normaal blij mee, echt. Dan ben ik zo dankbaar dat ik in een land woon als Nederland. Dat je dit gewoon krijgt en niet gewoon aan je lot wordt overgelaten. Amazing. Oké, jongens, ik denk dat ik de vlog bij deze ga afsluiten. Want hij wordt best wel lang, denk ik. Omdat ik natuurlijk gisteren ook mee heb genomen in deze vlog. En verder, ja, er gaat niet echt iets heel denderends gebeuren. Nou gebeuren er de afgelopen weken niet echt denderende dingen. Maar goed, je snapt het idee. Dankjewel voor het kijken, jongens. Mocht je het leuk vinden om te abonneren op mijn kanaal, doe dat dan alsjeblieft. Dat zou ik super, super leuk vinden. Laat een comment achter. Ik ben heel benieuwd hoe het met jullie gaat. Oeh, laten we even kijken hoeveel stappen ik heb gezet. Oké, het is 3 uur, dus ik heb nog de tijd. Niet zo heel veel gelopen vandaag. Ik ga dit eerst delen. Oh my god, ik heb 353 stappen gemaakt. Oké, ik ga de vlog afsluiten. En als Eva wakker wordt, ga ik als een gek lopen.
Hoppakee. Ja, dank voor het kijken jongens. Ik zie jullie morgen weer met een nieuwe vlog. Of overmorgen. Bye!